Hij wordt dwarsgezeten door de gemeente, zijn buurman en de politie. Bertus Swinkels uit Culemborg wil zijn verhaal doen. Hij weet ook dat hij geen onbeschreven blad is en bijvoorbeeld veroordeeld is voor het plegen van geweld. En toen was er ook nog die bijzondere inval door de politie. En hier had ik een trailer staan waar ik mijn Chevrolet in had staan en mijn Mustang in had staan. En waar ik dus allemaal boetes op gehad heb. Spullen in beslag genomen waar hij de kosten voor de stalling weer voor moet betalen. Opgelopen tot 16.000 euro, zegt Swinkels. Swinkels verhuisde in 2012 van een kampje aan de Parallelweg Oost in Culemborg naar deze locatie. Hij mag hier geen bedrijfsactiviteiten op zijn terrein hebben. Dat heeft hij ook niet, zegt hij. Ik heb een vrachtwagen. Ik haal oud ijzer op, dat haal ik 's morgens op, dat breng ik 's middags weg. Dat komt hier helemaal niet. Maar ik zou wel mijn vrachtwagen aan huis willen parkeren. En dat zijn door toedoen van de gemeente en mijn buurman is dat helaas niet meer mogelijk. De spanningen lopen hoog op. Er dreigt dit jaar zelfs een gedwongen verkoop van de woning in verband met de opgelopen dwangsommen. En dan gebeurt er dit in Tiel. Een aanslag op het huis van een ambtenaar die ook voor de gemeente Culemborg werkt. En enige tijd later een inval door de politie bij Swinkels. Ik heb nog nooit iemand van mijn leven bedreigd. En voor de verdere rest wil ik het hierbij laten, want ik wil er niet eens een woord over praten. De politie wil niets kwijt over het lopende onderzoek. Swinkels is het inmiddels spuugzat. Hij wil weg, omdat hij naar eigen zeggen alleen maar tegengewerkt wordt. En waarom wil hij dit nu kwijt? Dat het eigenlijk ook mooi is om te weten hoe dus nette mensen met criminelen omgaan.